President Desi Bouterse heeft vanmorgen in de congreshal 163 burgers gedecoreerd in het kader van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De decoratieplechtigheid is gehouden in de congreshal. Het staatshoofd gaf aan dat hij als president van de Onafhankelijke Republiek Suriname namens de regering het voorrecht heeft alle decorandi te eren. Volgens het staatshoofd beseft de samenleving onvoldoende dat de voorgedragen personen niet alleen met liefde, maar ook met kundigheid zich inzetten voor land en volk. Bouterse vond het dan ook jammer dat onze sporters op een andere gelegenheid moeten wachten om gedecoreerd te worden. Hij gaf verder aan dat wij als gemeenschap onze best doen om deze mensen de juiste waardering te geven. Opvallend was dit jaar de decoratie van een grote groep burgers van Chinese komaf. Lisbeth Perotti, die onderscheiden is als officier in de ereorde van de Palm, bracht namens de gedecoreerden dank uit aan het staatshoofd en de regering. Ze betrok daarbij ook de personen en instanties die hen hebben voorgedragen. Excellentie, we accepteren het met een dankbaar hart. Afwesuti, futru. Werken, wonen, leven in een land waar mensen wonen, waar je soms zoveel dingen niet begrijpt. Maar wat je wel begrijpt, weet en ervaart, dat het een land is waar je zoveel van ontvangt. Gezondheid, goedheid, wijsheid, schoonheid, geweldige natuur en mensen. Excellentie, we zullen blijven werken tot glorie en welzijn van alle mensen, maar ook voor de natuur. Immers, we worden allemaal bezield met de goddelijke energie. Ananake Dwamanke Dwampong, die vele namen kent. Met deze energie in elk van ons wordt verwacht dat we goed blijven doen. Althans, proberen goed te blijven doen in woord en daad. Lisbeth Perotti, die vandaag in de congreshaal gedecoreerd is in verband met de herdenking van 41 jaar refidentie. Vijf personen zijn benoemd tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster. Onder hen bevond zich Lilian Ferrier.